Dorreek Luister Groot. Hij trouwde hier met Hendrik, was een magie uit Zeeland. En Luister Groot was schilder, kunstschilder, maar hij was ook kunstschilder. En ik wil nog een paar van die schilderijen laten zien. Hij woonde in Amersfoort, daar hadden een schildersbedrijf en een drogisterij, maar zijn vrouw deed vooral de drogisterijen. Natuurlijk, hij woonde in Vroomsoop en dit heeft ook een schilder, dat is de puntkolk. Daar zie je in de verte de schollen, dat was natuurlijk, ja, die is er langer niet meer. En verder nog wat bokken met turf. De puntkolk, het huis van Meijer en van Slagen Meijer. Een heel mooi punt in Vroomsoop altijd. Dit heeft ook een schilder, ja, ik weet niet wat het is, maar misschien is het wel aan de Friese-Windse wieken of een van die andere wieken. Een brugje met een visser en nog een huzie erachter. Heel mooi om te zien. Op de schrale grond rond Vroomsoop groeien heel wat barken. Barken doen het altijd goed. En hier zie je zo'n barkenladie met zo'n zaandwegje. In de verte zie je nog een mullen. Ja, misschien is dat een hamwer. Ik weet het ook niet. Dit heb je natuurlijk ook vaak gezien, die koornschoom, die roggen die dan worden gemeid en in hokken gezet. Je kunt nog zo zien, de mensen die aan mijn bij die zitten achter een van die hokken, waarschijnlijk een busje met blauw drinken. Drinken ze wat kolen thee en eet ze wat pannenkoeken. Ik keer nog kijken, dan denk ik dat moet in het eerder bos weer. Een van die dode vechtarmen en het is herfst. De beuken zijn helemaal rood-bruin. De bladen die valt in het water. Hij moet er vastlopen en ik dacht, ach, wat vind dit toch een mooie kleur. Laat ik het nog eens schilderen. Dit moet eens in de buurt van Diffeln of zo weer. Daar heet zo van die heidevelden met die jeneverbestrukken. Die warme zomers, waar die wolken zo mooi in de lucht staan. En wat haar het is die wegspringt, heeft er wel ogen voor uit. En ik denk dat dit is aan het stuwen met wind. De rij van die weg is zo. Je kon zien dat het bos was allemaal aangelegd, maar van die zaalpaarden. En door zal het wel eens vaker lopen hebben, denk ik. Nou, Klaas de Groot, een schilder, huurschilder. Misschien heel gewoon, maar toch een hele mooie schilderij.